Steenbok, welkom bij jullie reading voor de komende week, 27 februari tot en met 5 maart 2023. We gaan kijken welke boodschappen voor jullie tevoorschijn mogen komen, welke boodschap gehoord moet worden voor het sterrenbeeld Steenbok. En dit is een algemene reading voor iedereen die Steenbok in zijn zon, maan of ascendant heeft. En het kan en zal helaas dus niet voor elke steenbok resoneren. Dus neem mee wat resoneert en laat de rest achterwege of voor iemand anders. Universum, wat is de boodschap voor de komende week voor het sterrenbeeld steenbok? Wat is de energie? Wauw! Als eerste kaart steenbok hebben we de zon. Een verlichting, spirituele ontwaking. Helderheid krijgen in de situatie. Positiviteit. Positief naar de wereld kijken, in de wereld staan, weer zichtbaar durven zijn, durven schijnen. En dit is ook een hele creatieve energie. Dus dit is de mooiste kaart uit de deck, Steenbok. En dit is de eerste kaart die er voor de komende week voor jullie uitkomt. Een kaart van bevrijding. Jezelf wellicht bevrijden van bepaalde patronen, denkpatronen, angsten die je had. Want ik heb de kaarten net voorgeschud en ik zag jullie eigen energie, steenbok-energie met de duivel voorbij komen. En ook heel veel kaarten van loslaten die zichtbaar werden. Dus ik heb het gevoel dat jullie iets los gaan laten en in de komende week. En dit gaat zorgen voor echt een gevoel van bevrijding en optimisme, positiviteit. En het heeft te maken met iets waar je hard aan het werken bent. Met de pentakels 8. En hard werken, dat hoeft niet alleen te maken te hebben met je baan, met je werk, maar ook met je eigen talenten, met je gaves. Of werken aan jezelf. Wat mogen we nog meer ontvangen voor Steenbok voor de komende week? 27 februari tot en met 5 maart, universum. Wat mogen we nog meer ontvangen voor Steenbok? Een nieuw begin, iets creatiefs. En het kan zijn dat er een nieuwe kans geboden wordt. En het kan te maken hebben met een werksituatie. Een nieuwe baan die je wellicht aangeboden wordt. Of iets waarin je meer vrijheid krijgt. Het volgen van een passie, een hobby. En daar heel veel tijd aan besteden. Ja, je weet wat je wil. Koning en van staven onder op het dek. En daarop actie ondernemen. Het werk erin stoppen, bepaalde doelen hebben, je daarop focussen en ervoor gaan. Dit is iemand die niet loslaat, dit is een go-getter. Datgene wat ik in mijn hoofd heb, wat ik wil, dat zal ik ook krijgen. Dat is jullie energie, de algemene energie voor de komende week. En dit is heel positief, vurig, gepassioneerd, ambitieus. Waarom ligt hier de zon voor Steenbok? Ja, iets loslaten. De staven 10. Het kan zijn dat je heel hard gewerkt hebt, meerdere banen hebt gehad of fysiek heel zwaar werk deed. Maar dit kan ook met je privésituatie te maken hebben, heel veel verantwoordelijkheden op je nek dragen, uitgeput zijn door een bepaalde situatie en nu een bepaalde verlichting krijgen. Iets wat ervoor zorgt dat die lasten losgelaten kunnen worden. De 10 is een einde. Lasten die losgelaten kunnen worden. Een situatie die niet langer meer draagbaar was. En dan hebben we de schildknaap van staven. Ook weer heel optimistisch, vrolijk. Ervan uitgaan dat alles goed komt. Passie, creativiteit. En dit kan een boodschap zijn. Een boodschap die helderheid brengt. Of een boodschap van iemand met heel veel passie erachter. Dat kan iemand zijn die heel veel passie voor je voelt. Het kan een ramleeuwboogschutter zijn waar je mee te maken hebt. Maar dat kan ook je eigen energie zijn. Nieuw avontuur aangaan en heel erg gedreven zijn. Heel erg veel zin erin hebben. Maar voor anderen van jullie kan er de komende week een boodschap binnenkomen. Met heel veel passie erachter en iets wordt je aangeboden. Waardoor je lasten, je verantwoordelijkheden verlicht worden, waardoor je weer meer vrijheid hebt in je doen en laten. Iets waar je je creativiteit in kwijt kan, je talent, je gaves. Iets wat je leuk vindt om te doen. Kijk, deze kaart wil er ook uitkomen, de tweeling. Geliefde kaart. En dit is een keuze maken. Dus er komt iets binnen
En er wordt een keuze gemaakt. En het kan zo zijn dat dit al is gebeurd. Dat je al een keuze hebt gemaakt. En de komende week, ja, je voelt je echt lekker in je vel. Positief. Gedreven. Je hebt er zin in om iets aan te pakken. En het is iets, ja, wat een lastenverlichting teweeg brengt. Het maakt je meer gelukkig. Het is iets wat je aanvult. Iets wat bij je past. Waarom ligt hier de pentakels 8? Pentakels 8. Staven 5. Er kan sprake zijn geweest van wat onzekerheid, omdat je het gevoel hebt er is concurrentie of competitie. Maar je wil het harde werk erin stoppen. Je hebt misschien het gevoel dat je je nog verder moet ontwikkelen op het gebied waar je mee aan de slag gaat. Staven 5 kan staan voor competitie, maar dat is ook een gezonde uitdaging. En ik heb het gevoel dat je nu in je kracht staat de komende week. Je bent optimistisch en je bent klaar voor de start. Je bent klaar om die uitdaging aan te gaan. Je gaat niet aan de kant. Je staat ervoor, je stopt het werk erin. En hard werken wordt beloond. Waarom ligt hier die aas van staven voor steenbok? Ja, snelle vooruitgang. Aas van staven. En alle azen staan voor een nieuw begin, een nieuwe start van iets. En dan hele mooie, snelle energie. Er gaat ook heel snel resultaat zichtbaar zijn, steenbok. Dit is ook communicatie. En met die schildknaap van staven hebben we ook communicatie, goed nieuws. Er komt goed nieuws binnen. Snelle vooruitgang. Positieve activiteit met de staven 8. Berichten die binnen gaan komen. Nog een kaart voor de staven. Aas. De aas van staven. De aas van staven. En dan hebben we de kluizenaar. Het kan zijn dat iemand je al een tijd lang in de gaten houdt, je kwaliteiten, je talenten ziet en nu eindelijk gaat communiceren, komt met een aanbod. Je kunt te maken hebben met een maagd. Waarom ligt hier de kluizenaar van steenbok? Dit is ook iemand die doet soul searchen, zich terugtrekt, zijn schaduwzijde aankijkt. En nu weer klaar is om naar buiten te treden met die zonkaart. Dus het kan zijn dat je je een periode hebt teruggetrokken, steenbok. En dit kan te maken hebben met het afsluiten van een situatie of een relatie. Een werksituatie. Waarom ligt hier de kluizenaar voor steenbok? Ja, jullie eigen energie. Stier maar steenbok. En dit is een kaart van succes. Ambities, financieel succes, hard werk. Praktische stappen zetten, eerlijk zijn naar jezelf. En de koning van pentakels kan iemand zijn die getrouwd is. Of in een lange, stabiele relatie zit. Onder op het dek hebben we de kelken 6, soulmate energie. Dit is ook een kaart van kinderen, de omarmen van je innerlijke kind. Dit is ook een kaart van, ja, terugdenken aan het verleden. Nostalgie over het verleden. Dus het kan ook zo zijn dat je een bepaald inzicht hebt gekregen, steenbok. Ik wil bijna stier zeggen, ik weet niet waarom, maar je kunt te maken hebben met een stier. Een bepaald inzicht hebt gekregen met die kluizenaar en dit heeft te maken met een nieuw begin. Het is tijd voor een nieuwe uitdaging, het is tijd voor vooruitgang op het gebied van je werk, je carrière. Maar het kan ook met liefde te maken hebben, want we hebben hier heel veel vurige energie. Je kunt getwijfeld hebben, een innerlijk conflict met die staven 5 over, ja, ga ik het werk erin stoppen of hoe ga ik hier aan werken? Maar daar is een keuze. Ik heb het gevoel dat er deze week een keuze gemaakt wordt of die keuze is al gemaakt met de geliefde kaart hier. En het kan een keuze zijn uit 2. Waarom ligt hier de koning van staven?
De koning van staven van Steenbok. Koning van staven. De keuze die je maakt, dat geeft ook een gevoel van opluchting. En de koning van staven wordt verklaard door de ridder van zwaarden. Ja, je wil heel snel actie ondernemen hierop, op het moment dat de keuze gemaakt is. De komende week heb ik het gevoel, je wil echt vooruit. En je bent positief, je voelt je lekker in je vel, je bent er klaar voor. Wellicht klaar om te communiceren naar iemand. Ridder van zwaarden, en ja, dat kan een onrustige energie zijn. Heel veel dingen aan willen pakken. Impulsief kan het af en toe zijn. Dit kan iemand zijn die communiceert en niet meteen nadenkt over welke impact zijn woorden hebben. Maar ja, een hele snelle energie. En dit heeft allemaal te maken met een nieuwe start. Kijk, en dit is de dwaas. Die begint vanaf nul. Opnieuw beginnen. Het nieuw begin van een nieuwe reis. Optimistisch zijn, de zon schijnt. Het maakt hem niet uit wat anderen daarvan denken. Wat anderen van hem denken. Wat anderen denken van de beslissingen die hij maakt. Hij gaat ervan uit. Alles komt goed. Ik kom op mijn pootjes terecht. Ook al spring ik van deze klif af. En ik ben bereid om het risico te nemen. Je bent heel erg gedreven. Heel gepassioneerd over een situatie. Of over een persoon. En ja, je wil het verleden achterlaten en een nieuwe start maken. Onder het dek hebben we het oordeel. Dit staat voor een nieuw leven starten. Het kan ook zo zijn voor sommigen van jullie steenbok dat je een keuze hebt gemaakt in de liefde. En dat kan een keuze zijn uit twee. En je wil het werk nu stoppen in een bepaalde relatie, connectie die je hebt. Je wil iemand een aanbod doen. Je wil communiceren. Je wil je passie uiten naar deze persoon toe. Een hele warme energie. Je ziet wellicht stabiliteit met deze persoon. Maar voor velen kan het te maken hebben met werksituaties. Het kan zijn dat je een eigen bedrijf gaat starten, de koning van staven. Dit kan ook een energie zijn van iemand die zelfstandig ondernemer is. En je hebt er zin in. Dus kijk hoe het resoneert, steenbok. Qua sterrenbeelden hebben we dus heel sterk vuurenergie. En dan ram, leeuw heel sterk. En we hebben tweelingenergie. En verder hebben we hier die koning van pentakels, stier, maagd, steenbok en met de kluizenaar heel sterk maagdenergie. Dus ja, ik hoop dat jullie dat het resoneert. Zo ja, geef mijn video een like, abonneer je op mijn kanaal mocht je dat leuk vinden. Ik wens jullie een hele mooie week toe en heel veel liefde en licht, steenbok. Dag!